Wilkin van der Kamp spreekt in de volgende overdenking over wie je bent in Christus. Meer informatie over wie je bent in Christus kan je vinden op www.vrijzijn.nl. We lezen Marcus 1 vers 11. Daar zegt God tegen de Heer Jezus: Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Toen Jezus zich liet dopen in de Jordaan, klonk er een stem uit de hemel die deze woorden zei: Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Johannes de Doper zei later: Ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif. En hij bleef op Jezus. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd: Op wie je de geest zult zien neerdalen en op hem blijven. Die is het, die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien, zegt Johannes, en getuigd dat Hij de Zoon van God is. Een andere vertaling zegt: U bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Nou, welbehagen is een oud woord, dat eigenlijk plezier of genieten betekent. Wat een bijzondere ervaring moet dat voor Jezus zijn geweest. Om van zijn Hemelse Vader te horen dat Hij van zijn Zoon geniet. Jezus is de bron van Zijn vreugde. Maar, besef je wel dat als jij gelooft in de Heer Jezus, je met Hem verbonden bent? Je staat als het ware in Hem in de Jordaan. In Hem zijn deze woorden ook voor jou bestemd. Jij bent mijn geliefde kind, in jou vind ik vreugde. God kijkt in jou en heeft plezier in jou. Want hij ziet Jezus in jou en daar kan hij enorm van genieten. Paulus zegt in Efeze 5... in liefde heeft God ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. En dan zegt hij, naar het welbehagen van zijn wil. Volgens Paulus gaat Gods plezier in jou zo ver. Dat Hij zelf Zijn wil en Zijn werk in jou uitwerkt. Want God is het, zegt Paulus, die om Zijn welbehagen, zowel het willen als het werken in u werkt. Dat zegt Hij in Filippenzen 2, vers 13. Kortom, jij mag leren te genieten van God, zoals Hij geniet van jou.